een Saudi All-Star team de Champions League winnen. Dit is ons team. Wow. Wat gebeurt hier? Dit zijn allemaal spelers die verkast zijn naar Saoedi-Arabië. En nu spelen ze allemaal weer bij Birmingham in de Premier League. En wij gaan niet alleen kijken of we de Premier League kunnen winnen, maar ook natuurlijk de Champions League. Dus laten we simuleren naar het einde van het seizoen om te kijken hoe ons Saoedi-Arabië All-Star team het heeft gedaan. Het is juni 2023 en ons team, ja, het ziet er gewoon goed uit. Neymar is zelfs omhoog. Kan dit team met alle sterren uit Saoedi-Arabië de Premier League winnen? Nee, tweede met 3 punten verschil. Maar de Champions League, we zijn door. Laatste 16 verliezen we van Barcelona. Onze topscorer Cristiano Ronaldo, 18 doelpunten. Gevolgd door Neymar met 17 doelpunten en 9 assists. Maar het was onze sterren bijna gelukt.